applaus. Sinds vrijdag officieel hofleverancier. Je kan het worden bij speciale gelegenheden als je hele familie van onbesproken gedrag is. Drie generaties zijn er te vinden achter de toonbank. Bedrijfsleidster Ingrid en haar man Huub, zoon Sebastiaan en zijn oma Wil. En ze kennen hun klanten. Nou, ik ga nog even verder. Ja, dat is goed. Kijk maar Wilma, dat is prima. Ja, dat is goed. Oké. Soms lijkt het alsof Ingrid heel Tiel wel kent. Ja, ze komen altijd, komt Stef kijken. Ja. Maar vorige week toen hoorde ik hem gewoon helemaal enthousiast reageren. Ik denk, ik moet even naar buiten. Ja, zie, dan gaat hij al reageren. Ja. Ja, joh. Heel veel spullen heeft de familie in de winkel staan. Maar hoe staat het met de toekomst na deze eerste 100 jaar? Heeft zoon Sebastiaan er zin in? Zou het leuk vinden of niet? Misschien. Oh, nou ja, misschien. Dan is het toch nog wel, of niet? Dan zit er een opening. Dan is er nog wel iets. Die deur staat ook wel op een keertje, toch? Ja, moeder Ingrid kijkt hoopvol naar de toekomst. Ik ga denk ik eerst nog studeren en na mijn studie zal ik wel kijken wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat hij op onze koffie overgaat. Ja, dat hoop ik.